En nu is het puin ruimen. Goedemorgen! Ja, jullie zijn weer aanbeland bij Coriena en De Beestenboel op het kanaal. Ja, ja. Vandaag gaat er heel wat gebeuren, want ik moet opschieten. Heel snel opschieten. Ik moet de meisjes eventjes een klein blokje geven, maar het regent steeds, het regent steeds. Maar ik moet ook om 11:30, moet ik al bij De Blauwe Stoep wezen voor die interview. Dus ja, lieve vrienden, wees welkom bij een gloednieuwe vlog van Coriena en De Beestenboel. En het wordt dus een aparte vlog, hè, dat ik die interview hou en de rest van de dag, nou ja, het draait wel wat om hun, weet je, maar omdat ik het zelf ook leuk vind, het is bijzonder voor mij, ik doe het voor het eerst dit. Hè, en ja, helemaal top. Ik ben er blij mee, ja, en dankzij Karin, hè, mijn dochter, mijn liefhebbende dochter, Karin Staalman van de Werf. Kijk ook eens een keer op haar kanaal, is altijd leuk. En ja, hoe heet het, samen met haar man doet ze dat en helemaal geweldig, ja. Maar oké, dankzij haar ben ik erachter gekomen, want ik had het niet eens gezien. Maar in ieder geval, ja. De Blauwe Stoep heet die kroeg, het is de laatste kroeg die nog daar bestaat. En we zullen beleven. Ja, ik heb wat vragen van Karin gekregen om die te stellen. Die heb ik in een map gedaan, die ligt klaar. En als ik thuis kom, dan kleed ik me weer om. Mijn trui hou ik dan aan, maar dan gaat er een andere legging aan en een ander shirt gaat er overheen. En doe ik mijn jurk aan, ik heb nou een tijgerprint jurk aan. Ja, dat je moet er toch netjes voor de dag komen. Maar dan ga ik als ik thuis kom weer lekker even aan de scharrel, aan het werk, etc. Dan moet ik geen jurk aan, nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van deze nieuwe avontuur van Coriena en De Beestenboel. Ja, dat komt helemaal goed, ik zou zeggen. We spreken elkaar later weer. En dan vergeet ik nog wat te zeggen. Het is vandaag woensdag 6 oktober en we leven om 10:49. Dus ja, ik moet heel hard opschieten. Maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze. Daar is dus weer druk een gebouw, een huis weggesloopt. En nou is het puinruimen. Ja, ook dat moet gebeuren. Ik ben alweer een geruime tijd thuis. Ik heb alweer gegeten en meer een bak koffie gedaan. En ik heb even mijn spel bijgewerkt. Dus ja, ook dat moet gebeuren. En dan zal ik zo meteen even die extra kleine video van mijn telefoon afhalen. En eventjes daar wat leuks van maken. En dan eventjes... op YouTube online zetten, ja, dus vandaag twee online, twee kleintjes van de vraag van de week en tenminste eentje van vorige week nog en waar ik net ben geweest, De Blauwe Stoep, ja, komt helemaal goed. Dus ja, ik ga straks ook hier in huis lekker even aan het werk, ik ga ook eerst mijn meisjes uitlaten, dan aan het werk. Dus ja, ik neem jullie daar gewoon gezellig in mee. Dus ja, komt allemaal goed. Er ligt er weer eentje in het mandje wat aan de deur hangt te slapen. Hé mannetje. Hé ja schatje. Hé. Ja, oh gosje kereltje, ligt dat nou lekker? Je ziet er ook niet uit, hè? Nee, je wordt ook oud, kind. Ja, je wordt ook oud in schaat. He, maar je komt in ieder geval buiten en al, je eet goed. He, en je bent niet overdreven mager. Nee. He, vrouwtje houdt je helemaal in de gaten. He, ja. Je pinkelt een paar plekjes op je pootjes. Ja, van het vechten, hè. Van het vechten, kerel. Och, godje je. Och, godje je. Hé, ja. Hé, ja. Ja. Spinnenkoppie. Oh, lieverd. Maar oké. Kom maar. Hé, ja. Je moet weer eetjes hebben, hè? Ja, je moet weer eetjes hebben. Bakje is leeg, maar vrouwtje moet even naar de wc. Ja. Hé? Maar oké, ik ben druk bezig geweest. De tafel is weer schoon en opgeruimd. Dat is schoon. Ik ben al met Halloween bezig, zoals jullie zien. Ja, de bloedhanden hangen weer en... Hier, dat ding, daar staat dat op. Ik keep out. Ja. Die weer even ophangen. Nou, en daar staat meneer of mevrouw Spin met 2 pompoenen. Dan zal ik even naar buiten, dan kunnen jullie daar ook kijken. Ja. Ja, en meneer de Spook, of mevrouw de Spook, weet ik veel wat het is. Die hangt voor het raam. Maar hij gaat weg. Want dat stof, ja, ik weet niet wat voor stof het is, maar het verpulvert. Ja. Nou, dan heb ik daar ook wat hangen. 2 spinnetjes in de vitrage. En er hangt een opblaasbare spookie. En ja, wat zullen we eens even doen? Die hangen we dan eventjes zo neer. Bloedcafé. En dan omlopen graag. En ja, zo dus. Hup. Nou hangt hij weer goed. Maar oké, dit gaat ook weer weg. Dat gaat weg, want de kerst komt er ook straks weer aan. En dan wil ik het weer schoon hebben en fris hebben. En daar wordt gek gedaan. Maar oké, lieve vrienden, dat is allemaal. En ja, ik ga zo meteen even eten maken. Maar eerst eventjes doen, want de kippetjes niet voor mij doen, hè? Nee, ja. Nee. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En voor later op de avond, uiteraard, lekker slapen gaan. Zodat je morgen weer gezond kan opstaan. Graag tot aan de andere kant van de nacht.